Oh ja! Dames en heren, bij een nieuwe Vraag in mijn Raak Show! Rabbi, oftewel HD Just Gaming HD. Rabundo, wat is de zin van het leven? Dat is een interessante vraag. Een mooie foto erbij. Dat staat voor mij. Maar dan heb je je antwoord al. Dat is gewoon de zin van het leven. De zin van het leven is. Ik weet niet. Een hele lastige vraag. Wat is de zin van het leven? Ik denk genieten van iedere dag. Ja, ja toch? Ja. Maak het niet te gek. Maak het gewoon cool. En als iets vandaag niet lukt, dan lukt het over 3 jaar wel. Of morgen misschien. Of misschien nooit. Misschien nooit. Dat weet je niet. Kom je vanzelf aan de game. Misschien nooit. Heb je tenminste hoop. Hoop. Wat komt? Hoop, geloof en liefde. Oh. Drie. Hè? Drie. Hoop, geloof en liefde. Drie. Ja? Geloof, jongen. Drie. Gij zult niet vloeken. Ja, godverdomme. Gij zult niet vloeken. Power of Christ expels you. The power of Christ expels you. Rick. En Rick vraagt, houden jullie van spruitjes? Ja. Nee. 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 Ja, nee, gewoon. Dan moet echt wel een hele knodde appelmoes bij en een beetje jus en een schnitzeltje. Wil ik het naar binnen kunnen slurpen, maar dan nog niet. Nee. Ja. Dan laat ik die spruitjes zeg maar gewoon liggen en dan ben ik die schnitzel. Lekker, zo'n schnitzel. Je moet eigenlijk over schnitzel een citroenschijfje uitknijpen. Oh, ja. Dan wordt het. Ik word kok later. Ga maar koken. Okay. Ja. Daar is ja. De keuken. Nee, maar geen spruitje liever. Oh maar ja, het is heel gezond van je. Wat is het ijzer in? Het ijzer is goed voor je botten. Schudt hij zo uit zijn mouw? Ja, echt zo. Ja, dat heb ik mijn moeder ooit verteld. En wat je moeder zegt, dat vergeet je nooit. Behalve dan dat je kamer moet opruimen. Dat is iets wat je vergeet. Volgende vraag is van Martijn Blom. En hij vraagt, dit is nog een vraag. Willen jullie me volgen? Deze hoort ook nog bij de vraag. En wil Gio dat ook doen? Ja. Hij heeft al een vraag liggen. Zeg, waar loop je? Dan loop ik een keer met alle liefde achteraan. Ja. Dan volgen we met alle mis. In de volgende. De volgende is van Samson. Wow, wat Samson is dat hier? Ja. Hij vraagt, wat zingen Samson en Gert liedje zo? Waar zingen Samson? Ja? Waar? Ja, wat? Wat? Waar? Oké, we moeten Sansa liedje. Er zijn speelshonden, saaie honden, lelijke en fraaie honden. Maar je allerlelijkste hond is Samson. Ja, Samson is de liefste hond. Ze staartje kwispelt in het lid. Want daar gaan we weer. Dus doe je best. Doe mee met ons en het orkest. Als je van een kinder wakker moet je fluiten. Op de zon, in de kelder, in de gang. Voilà. Maar wanneer je in het donker s'avonds buiten gauw een liedje fluit, dan ben je minder bang. Het is een liedje dat ik vroeger van mijn opa heb geleerd. En het helpt je gemaneerd. Ik heb het zelf geprobeerd. Als je bang bent in het donker moet je fluiten. Op de zolder, in de kelder, op de kamer, in het schuurtje, in de gang.